Ik heb opeens nog maar 2 koeien. Waar is de rest? Wat? Wat? Waar is de... Wat? Ik had er 4. Oh, nee, 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 Bertha! Nee! Bertha! Oh. En hallo iedereen, welkom terug bij Goeie Bij of Slechte Bij. Ik ben een gast, ja, jullie hier samen met... Bardo! En de 3 Bertha's. Het zijn er 3 geworden. Oh, nice. Wil je het zien? Wil je het zien, Barda? Wil je het zien? Ik kan er zelfs 4 van maken. Kijk, kijk, kijk. Let op. 1, 2. 1, 2. En... 4 Bertha's. Oh, hoe doet hij dat toch? Ik sluit je op met je Bertha's. Hou je mond. Wauw. We zijn nu aangekomen, Jordi, bij de grote finale van deze week natuurlijk. Yep. En we hebben 2 paarden. Een farm. En we hebben er gewoon een fucking groot hek. We hebben eigenlijk 2 projecten, ja. We hebben de hele dam waar ik nu mee bezig ben. En we hebben jouw project met de paarden en de boerderij. Ben jij al klaar met jouw project nu, of niet? Ja, eigenlijk wel. Maar ik loop nog even de oude farms weg te halen die hier staan. De oude farms die hiervoor stonden, zeg maar. Die ben ik gewoon nu aan het weghalen. Die zijn nu natuurlijk helemaal leeg. En dan kunnen we die later gebruiken om gebouwtjes neer te zetten. Bijvoorbeeld het huis van Rick als die ooit eens een keertje komt. Of wat dan ook. Ja, ik las dat heel veel mensen er nog wel in willen. Ja, jammer genoeg. Ja. 2 spinnen. Jordi, 2 spinnen. Ja, maar ze doe je toch niks als het niet donker is, als het goed is. Jawel, eentje. Oh, jij dus. Oké, moet je helpen? Oh, nou ja. Iemand helpt je met de deur te gooien. Bij jou of bij mij? Ja, hoorde je dat niet? Ja, ik hoor het wel, alleen ik wist niet of bij jou of bij mij. Oh, oké, nee, dat was bij mij, dat was bij mij. Oh, wow. Dat was niet bij jou, nee. Somebody's being mad at Jordi. Ja, ja, ja. Gaan straks kaarden kogels vallen hier zo, van gewonden, dat. Gaan geen kogels vallen. Gaan ook wel kogels vallen, maar dan... Meer vliegen bedoel ja, je? Ja, meer vliegen, ja. Ik wou net zeggen. Oké, eens even kijken. Hoppakee. We moeten het gras ook een beetje gaan onderhouden, want dat gras is echt groot geworden, jongen. Oh, kut, ik ben eraf gevallen. Met welk gras? Ja, je mag, hè. Dat gras is gewoon gegroeid hier zo. Het is al heel gras hier zo. Even al het gras eigenlijk weghalen. Ik kan even wat schapen neerzetten, die kunnen dan dat gras wegeten. Wauw. Ik zit ook heel... Bijna kunnen we Banjo Town openen voor alle villagers, Jordi. Nee, nog steeds niet. We moeten nog echt onwijs veel licht plaatsen, hoor. Ja, maar dat doen we ook deze aflevering. Dan zijn we klaar. Oh, maar dan hebben we kool nodig. Ik heb hier 58 kool. Ah, tering. Hoe kom je daar nou aan? Gast, ik ben de hele tijd bezig met minen. Oh, oké. I got it. Oké, dan is het goed. Dan, ik heb heel onwijs veel hout nu, want ik heb al die oude farms weggehaald. Ja. Dus dan kunnen we daar sticks van maken en dan kunnen we toortjes maken. Oh, wow, nice. Nou, dan zijn we al behoorlijk ver. Ja, volgens mij zijn we gewoon echt gewoon super ver nu op dit moment. Ja, ik denk dat deze week een goede banjo week was, niet ja. De slechte. Dit is 1 keer goed gegaan, Bardo. Ja, dus gewoon echt 1 week is het goed gegaan nu. Maar doordat het 1 week goed gaat, hebben we godzijdank wel alles zo goed als af. Ja, nog niet alles. We moeten nog wel een groot bord welkom in Banjo Town. Ja, maar de basis ligt er. Ja, de basis ligt er, ja. Daar komt het op neer. Ik vind nog wel dat we echt een... Oh, wacht. Hé, wacht eens even. 2 paarden? 2 paarden? Nog steeds 2 paarden? Oh jee. Nog steeds 2 paarden? Oké, waarom werkt dit niet meer? Waarom werkt dit niet meer? Hoe kan dit? Kan je ze niet meer breeden met sugarcane? Of wheat? Ik weet het niet. Ik, Nee, ik vraag het eigenlijk eerder aan de kijkers. Van, zo van, hé, er klopt hier iets niet. Oké, nog steeds 2 paarden. Laat maar zitten. Ik kan ze niet breeden om de een van reden. Weet niet waarom. Nu ga ik waarschijnlijk in de comments lezen waarom niet. Oh, wow. Ik ben ondertussen even al het gras weg aan het halen. Want het is aardig veel gras hier zo. Dan kan jij er straks alle toortjes op plaatsen. Right. En dan kunnen we gaan genieten van een veilige stad voor iedereen. Ah, oh, godverdomme. Er ontbreekt echt net 6-7 fans hier ook. Ah, ik heb hout. Oh man, als ik piepklein beetje fans krijg, dan hebben we de muur afgewoond. Ik zeg, ik heb superveel hout, dus ik kan fences maken. Waar ben je nu dan? Ergens in de Achterhoek. In de Achterhoek, oh ik zie je al hier. Lalalala. Nee, eigenlijk zie je mijn naam, maar dat maakt niet uit. Nee, ik zag jou. Ik zag jou gewoon, persoon. Alsjeblieft. Kan je ook sticks mee maken voor de... tortjes?
Woehoe! Je bitches. Laten we voor nu even gewoon de torches neerflikken. Dan maken we volgende week... Oh, wauw, die hele farm is nice, ouwe. Hij is tering groot, hè? Ja, dat heb je goed gedaan, pik. Ja, we kunnen wel wat samen. Oh, dat is nu ga je ervoor gek. Oh, gaan we nu zo doen? Nou, dan krijg je ook geen compliment. Oh shit, ik ben dit stukje nog vergeten. Dat ga ik nu doen. Hoppakee. Kutsticks. Ja, fences zijn altijd heel erg moeilijk om te maken. Je krijgt ook echt maar 2, hè? Dat is gewoon echt om te janken. Ik bedoel, als je er 4 kreeg of 6, oké, maar je krijgt ook echt 2. Yep, het is echt om te huilen. Ja, dat heb ik ook. Volgens mij heeft iedereen dat, hoor. Volgens mij heeft echt iedereen dat die fences maakt. Zo, ik heb nu wel echt fucking veel fences en fucking veel torches, dus... Ik heb trouwens een nieuwe game gekocht laatst. En dat spelletje, dat is eigenlijk een hele rip-off van Terraria. Ken je dat spel? Ik denk dat je dat nog wel kent, hè, Terraria? Ja, natuurlijk. De Minecraft. Ja, de Minecraft rip-off. Nou, daar hebben ze nu eigenlijk een rip-off gemaakt van Terraria, alleen dan 10 keer zo groot. Dat houdt nu dus in. En ik weet ook eigenlijk niet waarom ik ermee kom, maar ik ga hem denk straks weer even spelen. Want ik snap er eigenlijk helemaal geen ene kut van en ik wil het eigenlijk wel weten. Ze hebben dus zeg maar de werelden van Terraria gepakt en daar hebben ze een soort van science fiction aan toegevoegd. Dat er dan meerdere planeten zijn en dan kan je door middel van een ruimteschip kan je dan naar verschillende planeten reizen. In multiplayer. In multiplayer, oké. Okay, ja. Ja, dat moet erbij gezegd worden. Moet erbij. Maar ik vind het concept vond ik zo goed en ik speel het spel nu zelf en ik denk eigenlijk zo van oké. Is dit het? Het is wel een beta, maar... Ik zit zo van, is dit het? Het is Samuel, je bedoelt zeg maar dat je heel erg lang ergens naar uitkijkt... en dan heb je het eigenlijk en dan zit je zo van, ah... Ja, het is precies wat ze hadden beloofd. Niet meer dan dat, zeg maar. Waardoor het tegenvalt. Nee, het is minder dan ze hadden beloofd eigenlijk. Want op een manier, ze lieten hele awesome screenshots zien. En op een manier, dat zie ik echt totaal niet terug. Ze hebben gewoon echt de juiste screenshots genomen. Echt de perfecte. Wat ga je hier maken trouwens? Oh, ik heb het gewoon weggehaald. Ik haal al die oude farms weg. De oude farms? Oh, van alle villagers? De vorige farms waar we al onze wheat en carrots vandaan haalden. Want we hebben nu natuurlijk 1 grote farm en dan haal ik deze nu weg. En dan krijg ik er hout voor in de plaats. Zou ik trouwens even een hekje ook om je farm zetten? Ja, kan je doen. Woehoe, staat weer mooier. Yay, fabulous. Oké, wacht even. Oh man, dit wordt zo'n goede einde. Wordt zo'n goede einde. Je weet zelf, zo'n goede einde. Ik denk dat iedereen in emotie naar deze emotioneel thuis zit na deze aflevering. Van wauw, ze hebben het gedaan. Wauw. Eindelijk, het is ze gelukt. Ja, kijk nou. Na anderhalf jaar. Het is ook nog waar, ook anderhalf jaar. Het is een jaar geleden dat de Tekkit-serie... Yep. Een jaar geleden van de Tekkit-serie. Kapen. Ja, maar er waren wel een paar mooie momenten. Ja, er zaten af en toe wel wat mooie momenten tussen. Maar niet voor mij. Niet voor mij, voor de kijker, hè? Niet ja, voor de kijker, voor de kijker. Wij zonden onszelf weg voor jullie. Ja, wow. Ik heb echt zo'n hekel gehad aan die serie op een gegeven moment. Want het was zo'n... Oh, man, op een gegeven moment was het gewoon... Echt tegen frustratie gingen we het gewoon opnemen. Nou, het was een hele dubieuze, want wij wisten allebei dat het leuk was, maar we wisten ook allebei dat het kut was. Ja, maar wat we maakten was in principe eigenlijk wel gewoon vergeven glorie. Ja, in principe heb ik dat gevoel hier ook nog wel bij hoor, bij goede manier. Oh shit, ik hoop het niet. Ik heb nu zoveel werk hier aangedaan. Ik hoop het niet. Ja, ik hoop oprecht ook niet dat hier iets mee gaat gebeuren, maar... Ergens hou ik dat gevoel altijd vast van er komt weer een creeper binnen. Of ja, of Rick komt binnen. Ja, ik vrees het ook. De kijkers willen Rick erbij, dus wij gaan kijken wat er gebeurt als we Rick erbij doen. We hebben nu eindelijk... Nee, maar voordat we Rick erbij doen, gaan we eventjes een gevangenis maken. Voor Rick. Ja, nee, echt gewoon als iemand vervent is, stiep hem gewoon in de gevangenis. Ja. Als iemand de vorige episode iets verkeerds heeft gedaan, dan laten we de kijkers stemmen of die persoon dan in de gevangenis moet komen. En dan moet die persoon de hele episode in de gevangenis zitten. Oké, het idee is leuk. Ik betwijfel hoe goed het uit te werken is, maar... Oké, Jordi. Even kijken, is de zon al bijna onder? Nee. Ja, bijna. Oh, cool. Dan zet ik heel snel de torches neer. En dan kunnen we de stad openen. Heb je een opening gemaakt dan ergens? Zo van, hier is de eerste krant, de finale, iedereen kan erin. Ik
Ja, nee, de opening die ik doe volgende week wel. Oh, oké. Okay. Dit is even puur, zodat iedereen kan zien hoe het eruit ziet ongeveer. Oké. Okay. Zo. Op, op. Ik ben nog steeds al het gras aan het weghalen. Gewoon echt... Ik denk dat de kijkers het aardig irritant vinden dat ik het... Oh, fuck, dit is fucking dom. Ik denk dat de kijkers ook de hele tijd zitten van... Hé, Jordi, je doet het verkeerd. Je kan het veel gemakkelijker doen. Ik besef me zojuist ook... Dit had veel gemakkelijker gekund. Randebiel. Nee, dit nou, Jordi. Ja, ik had het veel gemakkelijker kunnen doen. Ik had gewoon een bucket of water kunnen plaatsen. En dan wordt al het wordt vanzelf weggehaald met door het water. Dus ik heb echt fucking moeite gedaan. Helemaal voor niks. Wauw. Maar het had niet gekund op de plekken waar al toortjes stonden. Dus in principe heb ik wel een klein beetje goed gedaan. Jordi, ik ben onwijs trots op je, hoor. Dankjewel. Godverdomme. Want in principe heb ik het wel een klein beetje goed gedaan. Je hebt gedaan wat je moest doen. Heb gedaan wat ik moest doen, precies. God. Heb je gedaan wat je moest doen? Opnieuw. Kijk. Oh, dit is een mooie. Opnieuw. Wat opnieuw? Opnieuw. Ken je dat niet? Nee. Opnieuw. Kijkers weten het wel. Als jullie weten waarvan het is, laat het achter in de comments. Ik heb het opnieuw? Opnieuw. Ah, God. Ja, sorry, ik ben hier nog bezig. Niet mijn werk weghalen. Doe ik niet. Ja, haalt mijn werk weg. Oké. Okay. Jordi. Ja? Ben je klaar het is nog niet helemaal verlicht, geloof me. Je kan nog genoeg spannen. Het is ook zojuist gedaan. Daarachter. Spin. Oh, dat is een schaap. Sorry. Zwart schapen lijken enorm veel op spinnen. Laten we het daarop houden. Juist. Hier mis ik nog een plekje op deze... Hier zo. Ja, je plaatst ze al. En daar gaat de deur weer. Even kijken. Hier mis ik nog wat. Ik heb zelf nog één torch, dus ik weet niet hier. Zo ongeveer. Hier, wacht Jordi, wacht. Ja? Kom, dan geef ik jou wat. Ik zit ook zelf maar deze. Ja, een beetje rond te lopen hier zo. Zo. Beter te veel torches dan te weinig, vind ik altijd zelf. Ja, meer. Want als er één zombie spant, ben je wel echt die hele village kwijt. Dat is echt zo. Als je er één spant, ben je het echt helemaal kwijt. Oei. Dit is dus pittig intens. Dit is de eindopdracht van deze week. Dat je denkt, oh, verneuk het. Fuck, ja. Oh man. Ik zit ook echt volgens mij alle plekjes wel. Oh, jij zit ook op dezelfde plek hier zo. Oh, ja, mijn torches zijn op. Echt waar, nu al? Ja. Ik ben niet zo zuiniger mee. Maar ja, we hebben ze wel aardig goed nu, toch? Ja, het is redelijk goed gedaan nu, denk ik. Ik denk dat het in principe... Mijn camera... Even kijken. Oh, ik ben er weer. Hoi mensen, mijn facecam is terug, sorry. Oké. Okay. Dus dan moet ik even onthouden dat daar een facecammetje wegvalt. Ik denk dat we klaar zijn. Ja, ik haal alles weg, alles zandblokjes. Die jij het ook? Welke zandblokjes? Voor de huis. Oh, de deur. Oh, die voor de deur, oké. Okay. Alle deurtjes open. Hallo mensen van Banjo Town. Wacht. Sukkel, idioot. Nee, niet die daarachter. Daarachter is een zombie. Die, hier. Of is die weg? Oké, waar is die zombie naartoe? Hebben ze juist die zombie hier losgelaten? Ik heb de deur open. Oké, want hier was dus een zombie. Wauw, oh, hier is spin. Huh? Is die daar gespawnd? Ik weet het niet. In deze hoek zat hij. Dan is hij er overheen geklommen, denk ik. Spinnen kunnen... Ja, spinnen kunnen er overheen klimmen. Maar dat is geen punt. Spinnen maken niet uit. De creepers kunnen er niet in. En zombies en skeletten. Oh, hier. Wel. Onze grote vriend kunnen we vrijlaten. Oh ja. Hallo. Dat werd ook wel eens een keertje tijd. 3 afleveringen opgesloten. Maar, als het goed is, gaan ze nu direct naar hun huis toe. Dus... In principe maakt het niet zo heel veel uit dat we die blokjes nu weghalen. Nou, en de stad is open, daar gaat het om. Ze gaan er nu niet uitlopen, zeg maar. Oké, wauw, zijn we klaar? Ja, ik zit ook echt zo van, wauw, het is klaar, we hebben echt iets gedaan. We hebben gewoon echt iets gedaan, het is gewoon verschrikkelijk. Kijk nou mensen, wat een prachtplaatje. We hebben schaapjes, paarden, koeien. We hebben een put. Ja, die put. En we hebben een put. En we hebben een put. Ja. Ja, dat put. Ja, put. Dat is put. Ja. Laten we anders één keer slapen. Dan kunnen we één keer kijken hoe het is overdag. Ja, ik denk even.
Hetzelfde, maar oké. Okay. Laten we het doen. Oh ja, dan komen ze natuurlijk aan een huis. Ja, natuurlijk. Oké, okay, let's do that. Ik ga die koeien straks vrijlaten. Oh, echt waar, Bert. Oh, wat leuk. Ik heb opeens nog maar 2 koeien. Waar is de rest? Wat? Wat? Waar is de, wat? Ik had er 4. Oh, nee, Bertha. Nee! Bertha. Oh, dat is Bertha. Oh, dat is wel Bertha. Shit. Oh, wat is er? Bertha zit hier beneden. Oh, hier heb je dus je koppel gemijnd. Ja. Nou, vanaf Lule heeft daar eigenlijk babykoe beneden. En een skelet. Ja, een skelet zit er ook onder. Oh, wauw. Oké. Okay. Dus je hebt een babykoe met een skelet in je kelder. Yep. Nu. Waarom doe je die deur weg? Dat zodat iedereen naar de vrijheid kan. Freedom at last, bitches. Ja, freedom. Nou, vaarwel Bertaartjes. Deurtje erbij. Wacht. Dit is nog niet goed. We missen nog iets. Oh jee, wat gaat hij doen? Wat gaat Jordi doen? Dat missen we. Liefde. We missen liefde. Die amor. Jordi, kusje voor het slapen gaan. Zo. Zo ongemakkelijk. Oh, ik mag niet. Er zijn monsters in de buurt. Oh, jij ook al? Oké. Verplaats je bed anders hier naartoe. Ja. Oké. Do you know what I think? Oh, nee, er zit ook monsters vlakbij bij mij. Ja, ik kan er ook niet slapen. Ah, kom op. We hadden de muur echt net iets langer moeten maken. Oh, dat heb je ook gedaan. Ja, ik was ermee bezig. Niet afgemaakt. Oh, shit, er staan 2 creepers hier zo. Laten we hier op het dak slapen. Heb jij je bed meegenomen? Nee, ik ga hem ophalen. Ik ga hem ook ophalen. Ik wil gewoon even die hele stad levendig zien. Ik denk dat iedereen dat nu wel heeft. Dat iedereen wel even de creepers... Ja, de creepers niet wil zien. Oké, op het dak kan ik iets hier niet. Ah, verdomme. Oké, buiten slapen dan maar. Bij de paarden, hallo. Hoppatee, hallo. Ik slaap ook gewoon echt tussen de paarden nu. Oh, god. Hallo, oh, jongens. Yeah. Hallo, en jij ook hier? Yo. Ik moet je weg. Kijk nou, wat een vrolijke stad. Hallo, Biotown. Hallo, Biotown, hallo. Oh ja, ze komen ook echt naar buiten nu. Woehoe. Kijk en ze nou, leven allemaal nog. Dit is toch geweldig, Jordi. Meneer, pas je op dat je niet in de put valt, zeg maar. Niet in die put daar beneden. Kijk daar. Wow. Nou, nu zit er een villager in de put. Dat is put. Ja. Moeten we hem niet uithalen gewoon? Nee, doen we maandag wel of niet? Wat heb je? Een openingetje. Alsjeblieft. Ja, dan kan hij er in ieder geval uit. Kijk, ja. Is een bad nu. Yes, oh, wat leuk. We hebben een openbaar bad. Ja, yay. Zo, de valreep nog. Wow. Iedereen erin. Woehoe. Oh, wacht even, dan kom ik er ook nog bij. Ja, ik heb nog een plekje voor... Ah, oh, plons. Oké, nu is de villager dood. Hij komt niet meer naar boven toe. Oh nee, nou, dat heeft nog. Hij heeft nog. Ah, wel, wereld. Dan geef je dat je hem op hem ging zitten. Ik ben Leonardo DiCaprio in Titanic nu. Zie je? Don't let me go, Jack. Oké, maar jongens, dit was hem dan. De goede banjo, slechte banjo voor deze week. Dit was hem. Wauw, het is ons geluk, Jordi. Ik ben nog steeds helemaal blown away. Ik vind het ook super apart dat we dit hebben kunnen doen. Wow. Ik denk dat dit gewoon een unicum is voor heel gaming Nederland, dat deze stad in een week is gekomen. Hey, we kunnen trouwens ook met die villagers ruilen, hè? Dat weet je. Cocaïne? Nee, ik heb hier emeralds voor je. Wacht even. Ik heb natuurlijk die farm gemaakt en die hebben onwijs veel weed gegeven, dus ik heb nu 9 emeralds. Oh, wauw. En wat kan je nu met emeralds? Kan je blokjes mee maken. Oké. Okay. I see where you're going. Mm-hmm. Op een of andere manier... Wat? Glitch die of zo? Oh, hij wil niet meer ruilen. Fuck. Hij wil niet meer ruilen, die klootzak. Oké, ik heb 7 emeralds nu. Ik kan daar pijlen mee kopen. Ik kan daar brood mee kopen. Of kijk, ik kan daar... Oh nee, kool kunnen we verkopen. Ik ben even aan het kijken voor je hoor. We kunnen nog meer brood kopen hier. We kunnen kip verkopen. We kunnen kool verkopen. Oké, eigenlijk... Ik kan helemaal niks met die 7 emeralds. Daar komt het op neer. Wauw, we hebben 7 emeralds. Lekker bezig, jongens. Nieuws. Wauw, zullen we de kijkers bedanken voor het kijken? Ja, dat gaan we zeker doen. En dan gewoon melden dat we aankomende week... Weer terug zijn. Ja, aankomende maandag. Woehoe! De nieuwe goede banjo, slechte banjo met iemand nieuw erbij. We weten nog niet hoe, wat, wie en waar, maar dat komt helemaal goed, toch? Ik denk dat de mensen het ook wel weten wie. Ja, we gaan voor Rick. Ja, daar komt het op neer. Dus, jongens, we zien jullie maandag weer. Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook. Geef een groen duimpje. En een groene emerald. Precies, blauw duimpje trouwens, het is allemaal blauw. Oh ja, fuck die shit, groen is groen. Wat groen is, moet groen blijven, klaar. Oh! Oh! Dank voor het kijken en we checken jullie. Later!